Woensdagmiddag 17 september vond de aftrap plaats van het kindercorso in de voormalige veilinghal aan de Papensteeg in Tiel. Daar waren bijna 100 kinderen druk in de weer met hun creaties. Ik zie hier een hele actieve moeder, of niet? Ja, dat klopt, ja. Ben jij hier met de kindjes met iets heel prachtigs bezig? Ja, ja. Drie kippen, hè? Drie kippentrein. Ja, maar hier is volgens mij al heel veel aan thuiswerk gedaan, hè? Ja, ja, ja. Ja. Dat klopt. Nou, moet ik zeggen dat de kippen wel al min of meer bestonden. Maar we hebben ze verbouwd. Wauw. En heb jij ook meegeholpen hieraan? Of ben je nog druk bezig? Ja. En wat vind je ervan? Leuk. Ja, vind je het leuk om te doen? Ja. En ga jij nou zaterdag ook meelopen? Ja. Met wie? Met Nina en Fleur en Ben. Oh. En wie gaat er op de tractor? Ben. Oké, dat is de grootste. Ja. Oké, nou jullie hebben nog wel, jullie hebben al heel veel gedaan, maar er is nog wel wat te doen. Ja. Heel veel succes, hè? Ja, we hebben ons best gedaan om dit te maken. Ja. Nou, het is gelukt, hoor. Het is super gelukt. Wat ben je aan het maken? Moet hij allemaal uitjes opprikken. Ja, en wat is dit een prachtig ontwerp. Heb jij dat bedacht? Nee, dat heeft iemand anders gedaan. Nou, dat is wel goed gelukt, hè? Ja, het ging wel hier, maar dan aan de andere kant vielen er een paar letters af, maar verder ging het wel goed. Oké, okay, maar die zitten er nu weer op? Ja, ze zitten er allemaal op. Oké. Okay. Vind je het leuk om te doen? Ja. Ja. Heb je dit al vaker gedaan? Nou, niet met groente en fruit, maar wel met zaadjes. Oké, okay, dus u weet wel een beetje hoe het werkt? Ja. Ja. En ga jij nou zaterdag zelf dit trekken? Ja, ik ga dan ook mee met dit ding. Mag ik hem ons de beurt gaan, denk ik, doen? Nou, dan wens ik je veel plezier en succes. Bedankt. Vandaag is de plakdag. Er zijn hier 96 kinderen hebben zich aangemeld. Vandaag zijn ze hier wagentjes aan het plakken. Thuis hebben ze natuurlijk alle materialen al meegenomen. Zaad, lijm, piepschuim. Daar hebben we 5 zaterdagen voor gehad om het op te komen halen. En met voorgeplakte wagentjes komen ze hier naartoe. En het verse fruit, dat hebben jullie net gezien, dat wordt hier opgeplakt. Nou, de sfeer is goed. Je hoort de muziek. Er is limonade, snoepjes, appels, er is fruit. En gewoon een leuke saamhorigheid. Er lopen mensen die al bij de grote wagens plakken. En die helpen de kinderen hoe ze het moeten doen. En dat begint met een kaal fietsje. Ze komen met piepschuim. Dat zetten we vast met ijzerdraad. En we helpen ze op weg. En ze worden zo enthousiast dat ook het stuur meegeplakt wordt. En dat was eerst helemaal niet de bedoeling. En dat wordt dan toch meegenomen. Ja, en dan zaterdag. Dan is de dag. Dan staan ze daar in 2 groepen verdeeld. En voordat ze vertrekken, dan komt Flipje. Die doet een medaille bij de kindjes om. En vol trots rijden ze hun rondje, want ze rijden maar 1 rondje mee. Ja, dat is genoeg voor die kinderen. En dan, ja, dan rijden ze op hun fietsje, boldercar. Ja, de creaties worden steeds groter. Als je zegt van ja, wat is nou de trend? Dat ze steeds groter gaan bouwen. Dus dat is wel erg leuk. Dat betekent dat de ouders er actief bij betrokken zijn. En dat willen we ook. We willen dat we met z'n allen dat corso als kweekvijver zien. We beginnen bij het kindercorso. Ouders helpen mee. Kindjes plakken, heel leuk. Ja, wat we alleen nog willen is mooi weer zaterdag. Dat hebben we niet in de hand. Nee, maar voor de rest alles onder controle dus. Echt alles onder controle.